Hallo dames en heren van het Roblox Gaming kanaal. Ik ben Jurgo, een keer Roblox Gamer. Vandaag dames en heren zijn we weer back met Speaksplit, een nieuwe aflevering van Theme Park Tycoon 2. Yes boys. Vandaag dames en heren ben ik weer terug met een nieuwe aflevering. En wat we deze aflevering gaan doen, ik ga niet meer een achtbaan bouwen. Nee, ik ga gewoon normaal een paar dingetjes plaatsen. Ja, dingetjes, met wat bedoel je? Gewoon dingen zoals niet achtbanen, maar gewoon normale dingen. Dus dat is een beetje minder van wat we vandaag gaan doen. Dus ik ga even kijken bij mijn pretpakdingstelsels. Wat ik heb. Nou, ik heb hier al iets super moois. Heel erg mooi zelfs. De hoe heet het? De raddraaiwiel, dat ding is. De wiel. Die wil ik wel gaan plaatsen. Vind ik wel een leuke. Maar goed, daarvoor moeten we natuurlijk ruimte hebben. En ruimte hebben wij genoeg. Niet dus. Whatever. Ik ga hem gewoon plaatsen. Ik moet hem wel plaatsen. Ik weet niet waar ik hem ga plaatsen. Ik ga even kijken waar ik hem kan plaatsen. Dus. Oh my god. Ik heb het echt net gered gewoon. Ik heb het letterlijk net gered. Met ja, de pretpak en zo. Dus ja, ik moet nog eventjes dingen neerzetten. Zodat ik kan staan natuurlijk. Dat wordt hem wel, denk ik. Hoop ik. I don't know, man. Ik heb het wel gered in ieder geval, daar ben ik blij mee. Even kijken waar de entry is. Yes. Nou, ik denk dat dit wel de entry mag worden hoor. Dit mag de entry worden. En dit mag de outway worden, dinges. Hier. Bam. Nou, dan heb ik dus hier, even kijken, 4. Paden. Nou, paden, lekker makkelijk allemaal. Hier zo, bam, 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 bam. En bam, 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 natuurlijk. Hier ook. No. Nee, maar goed. Dan pak ik even deze. En dan heb ik hier een hele leuke bam en bam en bam. Nou, wat tof. Shit, ik heb het hier een beetje verneukt. Chili. Ah, kut. No problem. Fuck. Een beetje verneukt. Bam, bam en bam. Nou, nee, werkt niet. Kut. Ik heb het echt verneukt. Oei. Die moet weg. Die moet weg. En die moet weg. Hier, paden gewoon. Ik verneuk echt alles. Ik verneuk de hele boel. Oké, no problem with that. Nou, we hebben het. Dus, we kunnen er op klikken, zou ik zeggen. Oh, schrok me even dood. Oké. Okay. We kunnen erop klikken. We kunnen eventjes €15 neerdouwen. En dan kunnen we openen. Zo, hij staat nu open. We hoeven hem niet eens te testen, want ik weet dat dit ding werkt. Dus in ieder geval, dit ding staat open. Mensen kunnen er nog niet helemaal naartoe. Ja, kan wel, maar ze weten niet precies waar alles staat. Dus we maken dit eventjes wat breder. Chill. Hopelijk heb ik niet hier de hele boel verneukt of zo. Dat zal niet zo chill zijn, zeg maar. Bam. Kijk, nu kunnen er mensen haast wel naartoe gaan, of niet dan? Ja, nou dan, ja precies. Iemand staat er in de rij daarvoor. Nou, ze heeft zelfs al betaald. Super chill allemaal, dat is vet chill, tof. How you wanna call it. Ik weet niet tot hoe lang we gaan door met deze serie. Waarschijnlijk tot onze hele pretpark vol staat met van deze dingetjes, ja. Dus dat worden nog wel een paar afleveringen to go. Ik denk dat ik dan wel elke keer, elke aflevering een nieuw pretpark moet maken. Maar ja, anders gaat het natuurlijk niet. Hè? Goed, ik ga even kijken naar pretparken, wat we nog meer kunnen doen. Ja, we kunnen deze schip, we kunnen deze, we kunnen... God, we kunnen heel veel. Maar wat we eventjes... heel erg nodig moeten fixen is geld. Wat we dus eigenlijk moeten fixen is geld. En ja, dat moet goed komen. Even kijken tot hoe ver we staan. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Hopelijk vonden jullie
Het leuke video. Het is een fucking korte video, I know. En ja. Ik bedank je voor het kijken naar deze video. Het is een fucking korte video, I know. Maar ja, ik kon er eventjes niks aan doen. Ik ga morgen. Ik ga superveel geld verzamelen voor morgen. En dan ga ik morgen een nieuw pretpark maken. En ik ga land vrijkopen zodat we geld kunnen. Of zodat we pretpark kunnen maken. En ik denk dat ik achter de schermen heel erg veel geld ga verzamelen. Zodat ik uiteindelijk de grootste achtbaan ooit kan maken. Ja, dat wordt echt geen eitje. Dan moet ik echt veel geld verzamelen. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe alsjeblieft dan een blauw duimpje omhoog. Dan ben ik eventjes op mijn kanaal hier beneden. Druk dan ook eventjes op het belletje hiernaast. Zorg trouwens dat ik zo zacht praat. Alleen mijn moeder is aan het slapen. Dus ik kon de video een beetje niet echt duimen. Maar ja, het is ook bijna tijd zodat de video online gaat. Dus ik moet wel eventjes haasten. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tjallas. Hallo dames en heren van het Roblox Game kanaal. Ik ben Jorgo, een keer Roblox Gamer. Vandaag dames en heren ben ik back met een spiksplinter nieuwe video, aflevering, whatever. Vandaag dames en heren hebben we dus Thema Park Tycoon. Again, aflevering 8 of 9 als het goed is. Het spijt me super erg van gisteren dat ik geen aflevering kon maken. Komt een beetje alleen maar omdat ik zeg maar te druk had. Maar in ieder geval, we are back en we gaan dus de video maken. Ik ben hier vandaag samen met Janis. Dat is een hele goede vriend uit Griekenland van mij. En ja, die gozer die is Engels en Grieks. Geen Nederlands, jammer genoeg. Maar hij kan wel meespelen en hij kan Engels. Dus soms ga ik Engels praten zodat jullie, zodat ik hem kan verstaan. Zo, als jullie eventjes op zijn kanaal willen abonneren, druk dan linkje onderaan in de beschrijving. Of kijk gewoon aan het einde van deze video en abonneer dan op zijn kanaal. Zo, Janis, I'm done with the intro. Let's begin with the park. I have an idea. I can build a pret park. So. Yes, you want to test something out or something? I don't know. Excuse me? Vesna, te staan schat, ik zei ook wel, je Vesna, ik zeker niets met dat gosso. Yeah, I'm gonna test the train here. Perime na valo kostika, je te akugo me. Adio. Ores. Oké, dames en heren, ik ben back. Ik ga eventjes oortjes in doen, want het hoort je echt verschrikkelijk. Sorry daarvoor. Dames en heren, zoals jullie dus ook kunnen zien, heb ik ook 65.000 euro. En dat is dus om te kunnen doorspelen eigenlijk. Want ik ga dus een paar dingen unlocken. Ik ga dus een paar land unlocken. Een beetje land unlocken en zo. Dus in dat geval is dat helemaal tof. Jani. We gonna unlock some land from me. Because I don't have any. Poslemme gordel. Gordel. Okay, whatever. Just, I'm gonna unlock something. I know. Leetje kala, hij zegt zeg maar zo van, hij heeft dus mijn treintje uitgetest, mijn gele hier. Hij vindt het best wel tof. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat hij van die blauwe vindt. Testa de tablet. Hier zijn we dan, dames en heren. Bam, dit gaan we allemaal unlocken zoals jullie zien. Ja, oké, laten we gewoon doen. Bam, confirm. Jeet, jongens. Jeet. Even zien. Ja.
Hij gaat dus nu de blauwe trein doen. Oh mijn god. We hebben zoveel meer land samen sneden. En we gaan natuurlijk door tot het einde van het land. Dat gaat wel even duurder, maar dat maakt niet uit, toch? Hoop ik wat. Huh? Nee, maar ja. Ik ben er dus klaar voor. We gaan een nieuwe ding maken. We gaan een nieuwe treintje maken. So, I'm gonna build a new train, my friend. And if you wanna test it out, or if you have an idea for the train, you can say it. Oké, dames en heren. Nu ga ik dus eventjes dit pad bouwen natuurlijk. En dan ben ik eventjes zo terug met dit allemaal. Dames en heren, ik ben er dus. En ik heb de pretpark gemaakt. In no shit, ik meen het. Ik heb het pretpark gemaakt. Ik wil eventjes in de pretpark. Laat mij in de pretpark. Nee, oké, dat mag niet. Nee, geef mij pretpark. Laat mij, nee, kut! Oké, laat maar. Ik ga dus één keer in het pretpark. Best... Best brosta, file, best brosta. Ik ga je zien dit op video. Best brosta, je daar juist aan vies. Oké, dames en heren, de bedoeling is dus nu dat we eventjes moeten wachten op het karretje. We moeten dus wachten op het karretje. Dan, dames en heren, gaan we aan de slag. Ja, we moeten wel eventjes wachten. Netjes op het karretje wachten. Want ja, anders kunnen wij niet meer door. Godverdomme. Tering, hè? Waar is dat karretje? Oh, hij komt eraan. Kijk, dit is echt vet geworden, jongen. Holy shit, 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 shit. Oké, let's go. Kom op. Ja, hij komt eraan, hoor. Hij komt eraan. Hij komt. De lief goede karretje. Holy shit. Oké, het is onze beurt nou. Kom op. Kom op. Dank u wel. Oké, wij gaan, dames en heren. Dit is leuk. En mooi. Janis, just you say that this thing is very funny. Alright? It's very funny. And it's very nice. I like this. I like the design a lot. Dus, dames en heren, gehoord. Leuke design. People when they visit your park, they are gonna think it's great. So, a lot of people are gonna try this. Nou, jullie horen het. Heel veel mensen gaan dit proberen omdat ze denken dat het leuk is. En ja, dat klopt ook, want het is ook best wel leuk, vind ik zelf. Ik vind hem wel super goed gelukt. Het duurt lang ook. En ik vind het niet meer zo duur, niet eens zo duur. Ik vind het goed. Gewoon goed, weet je. Dus het is mij goed. En we gaan zo meteen ook eventjes naar het pretpark kijken van Janis. Dus maak jullie daar ook geen zorgen over. Hij komt ook aan de beurt. Ik ben heel erg benieuwd wat hij gebouwd heeft. Waarschijnlijk een beetje noobachtig. Maar tja, dat verwacht je ook wel. Hij is pas net in de game. We zijn hier ongeveer een half uurtje mee bezig. Ik tenminste. Dus ja. In ieder geval, ik vind hem echt tof. Kijk dan. Jeetje. Alle kanten gaat hij op. Alle kanten. En hier. Bam. En hier. Nou, ik vond het perfect, dames en heren. Janis, we're gonna go to your pret park now, so let's go. We gaan dus eventjes naar zijn pret park. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, dan zie ik jullie daar. Oké, dames en heren, dit is dus zijn pret park. Even kijken hoor. Nou, ik vind het wel goed. Ik vind het matig, maar goed. Ja, hij kan hier wel op zijn minste geld mee verdienen. Daar ben ik blij mee. Blij voor hem, oké. If you want to build a roller coaster, how much money do you think I need? I can say more than 10,000. But I can search on YouTube how to help you with your island. Just. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Doe een like. Dan zeg ik tot de volgende keer. Hallo dames en heren van het Roblox Gaming kanaal. Zoals jullie weten heb ik een server. Heb ik natuurlijk mijn Minecraft. Seizoen van dat. En dat is natuurlijk Team Apart Tycoon. Ik heb daarover slecht nieuws. Ik heb per ongeluk de wereld verwijderd. En ja, daar gaat-ie.
Mijn hele wereld is verwijderd. Verwijderd. Dus. Ja, dat is dus een beetje slecht nieuws. En spijt me daarvoor. Super, super erg. Ik heb per ongeluk de wereld verwijderd. En nu moet ik helemaal overnieuw beginnen als het ware. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Daarom, dames en heren, heb ik iets nieuws. Minecraft Survival again. En ik denk echt van, ga je nou weer Minecraft survivalen? Ja, maar deze keer real. Don't forget it. Dit is dus de Minecraft Survival. Morgen om 3 uur staat hij online. Voor nu hebben jullie de video. Langste video van Thema Park Tycoon. Ook de laatste. Seizoen 5 begint. Morgen. Om 3 uur. Eerste aflevering Minecraft Survival. Doe alsjeblieft een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal hier beneden. Het spijt me heel erg. Maar ik kon er niks aan doen. Ik wilde inloggen. Om achter de scherm eventjes wat geld te regelen. En in plaats van het knopje continue wereld. Heb ik per ongeluk op nieuw wereld gedrukt. En ja, toen moest ik helemaal opnieuw beginnen. Dus spijt me. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken. Echt waar deze keer. Bedankt voor het kijken. Druk alsjeblieft op blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes mijn kanaal hier beneden. Best mijn sterkte. Het is een leuke aflevering geworden. Want ik heb me al opgenomen voor morgen. Bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao.